Dames en heren, jongens en meisjes, jullie zijn getuigen van de meest lijpste video ooit. Ah, ik zeg het veel te vaak, maar deze is wel echt heel ziek. Want wat ik namelijk ga doen, ik ga spelen op mijn Twitter account, maar dat doe ik niet zomaar. Nee, ik heb weer een rat gemaakt en dit keer echt een heel lijp rat. Want we gaan een random knokker selecteren in een random game mode. En het leuke is dat je natuurlijk tegenwoordig ook kaarten maken game modes hebt. Dus die game modes zitten er ook tussen. Dus we kunnen ook eventueel deze map krijgen of een random map in overval. Dat is natuurlijk ook leuk. Dus al deze game modes zitten erin. Vervolgens dus met de random knokker in die game mode spelen. En als ik dat vervolgens win, mag ik één random ding kopen in de store. Ik heb alles wat er in de store te koop is in een rat gestopt. En er is niet normaal veel te kopen. Daarom is deze video ook heel ziek. Tokenverdubbelaar, megadoos, die Dynajump sprong. We hebben hier vervolgens die Edgar punten. Alle skins. En hier staan belachelijk veel skins. Al die skins zitten in het rat. Vervolgens hebben we hier nog tokenverdubbelaar, grote doos, megadoos. Maar ik heb ook alle edelstenen erin gezet. Dus we zouden gewoon voor 110 euro kunnen spinnen dat we die 2000 edelstenen moeten kopen. Maar ook bijvoorbeeld die 2600 coins staan er ook in. Alles staat erin. Ik zal het even laten zien. Het was wel echt bizar veel werk om deze rat te maken. Oh, dit is trouwens met knokkers. Dit zijn de rewards. Dit zijn alle rewards die er momenteel in de store te koop zijn. Ik heb ze er allemaal in gestopt. Het is echt niet normaal lastig om dit allemaal zo neer te zetten. En dus ook nog de game modus. Dus een duimpje omhoog op deze video. Wordt gewaardeerd als jullie dat doen. En dan hopelijk gaan we iets goed spinnen. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. En als jullie een deel 2 willen van deze video, laat het even weten in de comments. En dan kan ik misschien binnenkort een deel 2 maken. Zal wel nice zijn. En dit soort video's kan ik natuurlijk ook doen door jullie support van de code Bouwse te gebruiken. Dit is mijn tweede account. Ik had hem nog niet ingevuld. Moet je natuurlijk niet vergeten. Elke week wordt hij ook weer uitgevoerd. Dus dan moet je hem weer even opnieuw invullen. En dan check eventueel voor mooie Bouwse army kleding. Bouwse.nl. Maar laten we nu maar lekker beginnen. Eerst doen we aan de game mode rat, dan aan de knokkenrat. En als we dan winnen, mogen we aan de reward rat draaien. We krijgen edelstenen graai. Bijna overval 2. En dat zijn trouwens overval 2 en premie 2. Dat zijn zeg maar de game modes die je momenteel zeg maar in de kaartenwedstrijd hebt. Als ik gewoon premie of overval krijg, moet ik de gewone zeg maar spelen. Maar we beginnen nu met edelstenen graai. Dat is wel te doen. Nee, dan moet ik niet aan rewards draaien. Dan moet ik aan welke knokkenrat draaien. En dan ben ik benieuwd welke knokker ik ga krijgen. Het probleempje is wel dat ik nog niet alle knokkers heb op dit account. Edgar natuurlijk wel. Welke knokkers mis ik nog? Ik mis alleen nog maar Colonel Ruffs en Ems. Dus ik heb ze in principe bijna allemaal. Maar Edgar heb ik natuurlijk. Dus dan gaan we met Edgar spelen in edelstenen graai. En ik heb Edgar nog echt niet hoog qua rank. Dus dit moet echt een eitje worden. Als ik dit niet ga winnen, dan zou echt heel bizar zijn. En dan mogen we het dus zo meteen al voor het eerst aan het rad gaan draaien. Maar dan moeten we eerst even een win halen. Ik zal meteen even mijn gadget aanzetten. Dat is wel heel chill dat ik mijn gadget hier al heb op dit account. Die Jesse, ja top. Nee, zou ik mijn super hier inzetten? Ik denk trouwens dat dit nog bots zijn hoor. Dat denk ik. Maar dat weet ik ook niet helemaal zeker. Maar die El Primo, die maakte er ook niet heel van. Hier even naar achteren. Mijn teammate gaat daar nu wel dood. Ik zal die roos even pakken. Oh, moet even uitkijken. Ja, dit gaat wel goed. Ze moeten hier even dood eigenlijk. Ik zal hier even mijn super op inzetten. Dan kunnen we die al primo pakken. Ah! Rennen. Het is dat die roze zo traag loopt. Anders had hij mij echt makkelijk kunnen killen. Oké, ik moet nu even leven blijven. Want ik heb nu 6 krachtpunten. Oh nee, 6 edelstenen. Geen krachtpunten. Dat natuurlijk is showdown. Die roze kunnen we ook hebben. En dan moeten we hier even uitkijken. Top, als jullie Jesse even killen zou mooi zijn. En dan moeten we nu nog 2 hebben. Ja, ik wil ze gewoon houden, want ik heb geen zin om nu dood te gaan. Want mijn teamgenoten, die zijn toch net iets wat minder goed, heb ik het idee. Oké, die El Primo kan ik nu hebben, ja. Dan heb ik er nog eentje nodig. Kijk, die Brock doet echt veel te gevaarlijk. Ja, kijk, dat bedoel ik dus. Oké, ik heb er nu 10, dus nu kunnen we gewoon lekker safe spelen en dan gaat het wel goed komen. Oh, joh, dit is zo slecht op dit niveau spelen. Ja, mijn teammates bakken er niks van. Maar ja, de tegenstanders natuurlijk ook niet. Maar het zou ook heel goed kunnen dat dit gewoon bots zijn, hoor. Dat zou heel goed kunnen. Maar het eerste potje gewonnen. Eitje. Super makkelijk. En dat betekent dat we nu voor het eerst aan het reward rad mogen draaien. Ik ben heel erg benieuwd wat we gaan krijgen. Het kan niet super goed zijn, maar het kan ook gewoon iets zijn voor coins dat we helemaal echt niks goeds krijgen. We gaan erachter komen. Reward rat staat hier. Let's go. Oké, dan gaan we nu spinnen. Dan ben ik benieuwd wat ik ga krijgen. Wat gaat het worden?
Nee! Edgar punten. Oké, dit is echt balen. Weet je, het voordeel is wel dat hij momenteel dus nu weg is. Dus mocht ik die nog een keer spinnen, kan ik hem niet nog een keer krijgen. Maar dit is echt een van de slechtste dingen die ik kon krijgen. Die Byron punten, dat waren er nog 400. Daar had je dan nog wat aan. Maar hier aan deze Edgar punten heb ik gewoon veel minder aan. Dus dat is een beetje balen. Nou ja, ik moet er wel voor gaan. Want ik heb beloofd wat ik krijg, dat moet ik ook claimen. Maar de eerste keer niet heel veel mazzel. Maar we gaan nu gewoon lekker nog een potje doen. Eens kijken of we daarna een betere reward kunnen krijgen. Wat wordt het? Ik doe niet twee keer edelstenen graaien op rij. Dat vind ik niet leuk. Ik vind het leuker om dan even iets anders te doen. Yo, hij komt bijna de hele tijd op edelstenen graaien. Maar overval 2, dat is leuk. Dus dan hebben we gewoon een random map die we kunnen gaan spelen. Met welke knokker moet ik dan in die random map gaan spelen? We gaan erachter komen. En het wordt Sprout, meneer P. Waar gaat hij op eindigen? Sprout. Oké. Alleen is dat niet heel geschikt om in overval te spelen. En het moet natuurlijk in deze overval map. Dus ik vraag me af of dit gaat lukken. We spelen ook niet meer tegen bots. Omdat ik nu al op de 150 trofeeën zit. Boven de 100 trofeeën speel je volgens mij standaard niet meer tegen bots. Ik weet niet helemaal hoe het zit hoor. Maar dit is wel een beetje balen. Ik kan hier nu helemaal niks. En mijn teamgenoten kunnen ook helemaal niks. Ik hoop niet dat onze tegenstanders... Oh, dit is trouwens wel chill. Weet je wat? Ik ga zo meteen er weer voor zorgen dat ik hem even tegenhoud. En daar kan het misschien nog best wel goed komen. En ik kan natuurlijk met de muurtje er ook voor zorgen dat ze vast blijven zitten. Dat kan natuurlijk ook. Maar weet je wat? Ik ga nu even die sprout killen. En dan blijf ik hier even staan. En dan ga ik ze hier zo meteen tegenhouden. En dan ga ik ze weer killen. En dan gaat het op die manier wel goed. Ja. Oh, dan is sprout eigenlijk helemaal niet zo heel slecht. Dit is helemaal... Nee, dit is eigenlijk beter dan dat ik dacht. Oké, die Dina, wat ga jij doen? Wat ga jij doen? Ik heb hem nu bijna. Oké, meer dan dit gaat niet lukken. Oké, ik ga nu even eentje verder. Dan kan ik namelijk meehelpen om ook af en toe hits te doen op die kluis. En dan probeer ik ondertussen die Dina hier ook nog dood te maken. Die Sprout die komt er nu aanlopen. En die Dina, wat gaat die doen? Die doet nu al hits, maar die kan verder niet zoveel. Ik vraag me echt af, volgens mij waren dit nog steeds bots. Ik heb geen idee, maar dit was echt ook een eindje. Ik heb bijna geen hits om te doen op mijn kluis. Oké, nice, dan hebben we deze ook gewonnen. Het was echt een rare map. Ik vond hem niet heel leuk. Ach, op zich ook wel weer grappig, maar niet echt insane of zo. Maar dat betekent dat we weer aan het reward-rad mogen draaien. Hopelijk krijgen we nu wel iets goed. Rewards, let's go. Dan ben ik benieuwd wat we nu gaan krijgen. Wat gaat het worden? Het wordt een skin, het wordt een skin. Maar welke skin wordt het? Keizerwachter Colt. Oké, dat is de eerste skin die we nu hebben. Ik spin het nog een keer, dat was niet de bedoeling. Maar Keizerwachter Colt, hoeveel kost jij? 79 edelstenen. Dat valt op zich mee. Dan moet ik trouwens eerst even edelstenen gaan kopen. Oh, weet je wat? Ik wacht heel... Ah, nou, het is wel leuk om hem nu alvast te kopen. Oké, ik koop nu alvast edelstenen. Het zou balen zijn als ik nu hierna, als ik nog een keer aan het rad ga draaien, dat ik dan 2000 edelstenen krijg. Want dan is het eigenlijk een beetje zonde dat ik nu edelstenen erbij koop. Oh, dat is helemaal niet handig. Maar ja, dan hebben we in ieder geval nu genoeg om Keizerwachter Colt te kopen. Dus dat is wel nice. Dan kopen we Keizerwachter Colt met natuurlijk de code Bounce. En dan gaan we nu gewoon ook met Colt spelen. Dus dan draaien we alleen aan het game mode rad. Omdat we nu een nieuwe skin hebben, is het wel leuk om daar dan even mee te gaan spelen. Ik heb trouwens al best wel wat skins op dit account, zo moet ik het zeggen. Maar dit is best wel prima. Dan gaan we dus aan het game mode rad draaien. En dan ben ik benieuwd welke game mode we gaan krijgen. Het zou ook wel leuk zijn om overval te krijgen. Nee, ja, of premie zou ook leuk zijn. Het wordt... bijna premie, maar we hebben nog net overval. Dat vind ik helemaal prima. Overval is... Ja, dan is... Colt prima en het is inderdaad deze overval map. Omdat de overval 2 was. Dus dan gaan we spelen met Colt. Eens kijken hoe dit gaat. Let's go. Oké, dit valt op zich wel mee. Dit is eigenlijk een gewone map. Oké. Vind ik helemaal prima. En we hebben een BB en 8-bit. Dus eigenlijk ben ik daar ook wel tevreden mee. Ik denk dat we dit wel kunnen winnen. Helemaal omdat onze tegenstanders toch wel iets minder goede knokkers hebben. Die Daryl, wat gaat die Daryl doen? Ja, top. En ik kan ook herladen trouwens. Dat is ook chill. Want dan kunnen we natuurlijk sneller damage doen. En nu kunnen we helemaal meer damage doen. Dat is helemaal chill. Oké, dit gaat heel goed. Dit wordt weer een eitje. Dit wordt echt heel makkelijk. Als die 8-bit even iets meer damage doet, dat zou helemaal mooi zijn. Maar dit komt goed. Easy game. 100 tegen 0%. Oh, dit is echt gewoon te makkelijk gewoon.
Maar ja, ik vind het niet erg dat we nu weer op deze manier winnen hebben met de nieuwe skin van Colt. Dan gaan we nu eventjes aan de reward rad draaien. En dan ben ik benieuwd of we nu wel iets beters krijgen. Laten we het hopen, laten we het hopen. Wat gaat het worden? Come on! No. Deze hadden we net ook al. Dat is een beetje balen. Dan gaan we nog een keer spinnen. Ben ik benieuwd wat we nu krijgen? 400 of 1000 tokens? 1000 tokens! Oh, ik heb al zoveel tokens. Dat is echt niet normaal. Oh ja, trouwens, jullie zien hier links 1 plus Brawl... Oh nee, plus 1 Brawl Pass en plus 3 Brawl Pass. Dat betekent dat ik in de Brawl Pass een aantal stappen vooruit bank. Dus stel, we krijgen plus 3. Dan mag ik 3 stapjes hier kopen en die rewards mag ik dan vervolgens claimen. Dus dat is ook heel nice. Maar we mogen nu 1000 token verdubbelaar kopen. Of was dat de aanbieding of niet? Het was een keer 1000 token... Nou, volgens mij was dat gewoon die aanbieding. Oh, dit was FIFA Mobile, dat was niet de bedoeling. Ja, inderdaad, dan kunnen we deze kopen. Dat is nog niet heel duur, 29 edelstenen. Dat is nog te overzien. Maar ik heb nog niet heel veel mazzel met wat ik spin aan het rad. Virus 8-bit, dat zou heel nice zijn als ik die nog eventueel kan krijgen. Maar op zich, eventueel edelstenen zou ook nice zijn. Of die Brawl Pass. Wat het nice zou zijn eigenlijk, die Byron punt, Dyna Jump, die zou ik echt heel chill vinden. En bijvoorbeeld misschien Virus 8-bit, die ik heel vet vind. En Zilveren Boel, dat zou ook heel nice zijn als ik die ga spinnen. Maar daar gaan we natuurlijk achter komen of dat gaat gebeuren. We gaan nu aan welke game mode rad draaien. Ben ik benieuwd wat we nu gaan krijgen. Hij spint er nu helemaal voorbij. Het wordt nu... Knokbal! Ja, dat is leuk. Net met het de hele tijd een beetje in de buurt van elkaar. Nu spinnen die gelukkig wel door. Dus Knokbal, met welke knokker? Daar gaan we nu ook achter komen. Oké, we doen nog 2 potjes trouwens. Doe dit potje nog en daarna nog 1 ander potje. Met Sandy. Knokbal met Sandy. Nou, Sandy is best wel een goede knokker. Dus daar ben ik wel tevreden mee. En waar heb ik Sandy staan? Hier zo. Ook nog niet heel hoog qua trofee, dus dat is in principe ook chill. En dan gaan we natuurlijk Knokbal doen. Welke map is er? Helemaal prima. Oh, dit moet goed komen. Als dit niet goed komt, dan weet ik het ook niet meer. En dan doen we hierna dus nog 1 extra ronde. Maar we kunnen, als we deze winnen, nog rewards claimen. En daarna nog een keer rewards. Dus dan hebben we nog hoop om echt iets heel goeds te krijgen. Penny, Barley en een Bo waar we tegen moeten. Oh, hier kunnen we even een mooi hits doen. Ik zal eventjes mijn gadget aanzetten. Oh no, ik moest net iets meer om het hoekje. Ik dacht al dat ik genoeg om het hoekje stond. Oké, dat was wel een beetje slecht. En onze El Primo is momenteel ook dood. Ik moet even iets meer gefocust spelen. Ik zat die vorige potje zo makkelijk te spelen dat ik nu een beetje nonchalant begin te worden. Ik zal hier even onzichtbaarheid doen. Dan kunnen ze in ieder geval niet healen. En hier even hits. Ja, top. En we moeten eigenlijk er even voor zorgen dat die super daar kapot gaat. Daar zorgt die Bo al voor. Ja, gaat onze El Primo nu scoren? Bro, hoe dan? Hoe krijg je dat voor elkaar? En nu scoort hij wel en dan gebruikt hij zijn super. Oh, mijn teamgenoot, jongen. Oké, ik ga nu even proberen met een trickshot te scoren. Dat zou mooi zijn. Kijk, als ik nu met een trickshot score, dan ga ik sowieso zo meteen iets goeds krijgen op het rad. Nee, dat is natuurlijk helemaal niet zeker. Maar het zou wel nice zijn. Wat gaat hij El Primo doen? Ga je nu dood? Geef die bal hier El Primo. Ik wil scoren met een trickshot. Of gaat hij nu al scoren? No, dit is echt niet normaal, die El Primo. Nou, scoort u mij, jongen. Oké, uiteindelijk gewonnen. Ik kon niet met trickshot scoren, maar dat is niet heel erg. We hebben wel een win. En dat is nice. Dat betekent dat we weer aan het reward-rad mogen draaien. Dit is al de derde of vierde keer dat ik eraan mag draaien. Ik ben de tel een beetje kwijt. Maar ik ben benieuwd wat we nu gaan krijgen. Let's go. Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Gaat het iets goed worden? Of gaat het iets slecht worden? Dyna Jump Challenge. Of de... Ja! Dyna Jump! Oké, Dyna Jump vind ik wel echt heel chill. Dat is gewoon een superleuke sterrenkracht om mee te spelen. Dus daar ben ik blij mee. 2000 coins, dat kan ik prima missen. En ik heb toch genoeg. Maar dan de volgende knokker, of het laatste potje waarmee we gaan spelen. Dat gaan we doen met Dyna Mike, met Dyna Jump. En dan gaan we gewoon een beetje trollen ook. En nou ja, ik moet natuurlijk wel winnen. Dus we gaan trollen en winnen tegelijk. Dat is het idee in ieder geval. Dit is goed, yes. En dan gaan we nu natuurlijk aan het game mode rad draaien. En dan zo meteen, als het goed is, nog 1 keer aan het reward rad. Dan moet ik dan natuurlijk wel gaan winnen. En we spelen in Premi 2. Oké, die heb ik nog niet eerder gehad. Dat is wel een leuke map die momenteel gaande is. Het is een klein rondje in het midden en dan heb je daarna omheen, kan je de hele tijd rondspringen. Op zich is Dyna Jump denk ik best wel geschikt in deze map. En sowieso is Dynamite denk ik wel prima. Helemaal met je super, ik denk dat het wel goed kan werken. Maar dan moeten we natuurlijk wel even winnen. Dit is wel een van de potjes waar ik een beetje bang voor ben. Kunnen we hier nu deze even hitten? Hij moet hier nu wel dood. Oké.
Oké, okay, kill hem even, kill hem even. Is hij nu dood? Brood, boos. Oké, okay, nu is hij wel dood. Het enige nadeel is, hoe ga ik dit nu doen? Ik ga gewoon meteen mijn super gooien. Gewoon meteen mijn super gooien. En boom! Kijk, dan zien we ze in ieder geval aankomen. Oh lol, dankjewel, Gold. Nu kan ik hier over het water. En nu kan ik ze vanaf hier hitten. Hallo, het is Joran hier. Het is Joran hier. Oh, dit is wel een beetje balen. Ah, ik moet... Ja, dit is stom. Dit is stom. Boom! Oké, okay, dit is balen. Ah, ja, als die Gold nou niet zo... Of nee, die boel niet zo dom deed. Ik kan hier even hier neer gooien en hier neer. Boom. En dan moeten we nu eigenlijk even die boel zien te krijgen. Ja, die Gold is ook irritant. Wat doen mijn teammates? Die doen helemaal niks. Dit is eigenlijk best wel een beetje frustrerend. Die boel die moeten we nu hebben. Als we die boel nu hebben, dan kunnen we op die Poco. Dus dat zou chill zijn. Ja, top. Nu kunnen we op die Poco. Nu kunnen we op die Poco. En die boel die kan hier nu ook niet naartoe. Een nadeltje is wel dat ik nu ook niet zoveel kan. We kunnen even die nu killen. Ja, top. En dan moeten we nu die Poco hebben. Ja, nu moeten we voor die Poco gaan. Nu moeten we voor die Poco. Wat gaat hij doen? Komt u maar, Poco. Oh, die boel heeft ook zo super, dus dat is ook een beetje balen. Gaat hij nu stilstaan? Ja, nice. Oké, okay, top, 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 top. Nu moet ik uitkijken. Ziek, 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 ziek. Oh, 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 oh. Oh, no. Oh, no, 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 no. Oké, okay, die Gold kunnen we misschien alsnog hebben. Moet hier trouwens even die Poco pakken. En die Gold misschien nog. Kom op, teammates. Doe iets. Doe iets. Doe iets. En hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? Ik wil hier even mijn super neer gooien. En oh no, we hebben nog verloren ook nog. Nee. Oh yo, oh yo, oh yo, oh yo. Oké, okay, ik geef mezelf nog één kans. Ik wil gewoon nog één keer aan het draad draaien. Ik doe even snel een potje en dan zien jullie zo meteen weer. Maar dan moet ik het wel met Dynamike in deze map doen. Nou, mijn teamgenoten bakken er niet extreem veel van. Maar ja, gelukkig sta ik hier en heb ik nog veel sterren. Dus dat scheelt, want ik moet niet doodgaan en dat komt helemaal goed. Maar ja, onze tegenstanders bakken er ook niet heel veel van. Oké, okay, top. Dit potje hebben we wel gewonnen. Als dit potje nou net al gehad was, mooi geweest. Maakt niet uit. Beter laat dan nooit. Dan hebben we toch nog die win te pakken. En dan mogen we nog één keer aan het rewardrad draaien. En dan ben ik benieuwd wat we tot slot gaan krijgen. Waarmee gaan we afsluiten? Wordt niet zo goed? Wordt deels niet slechts? Daar gaan we achter komen. Let's go! Wat wordt het? Wat wordt het? Wat wordt het? Wat wordt het? Ah, het wordt geen zilveren boel. Zilveren heldin Bibi. Oké, 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 oké. Hebben we toch weer even een paar mooie skins erbij. Heldin Bibi, die kost 109. Dus dat is wel een redelijk dure skin. Maar ook wel echt een hele vette skin hoor. Maar dan hebben we twee nieuwe skins. We hebben een sterrenkracht erbij. We hebben voor de rest niet heel veel trouwens. Ja, we hebben edelstenen gekocht. Maar ja, dat moest omdat ik natuurlijk anders niks kon hier zo. Dus al met al wel echt heel lijp wat we allemaal hebben gekregen. En natuurlijk die nieuwe skin voor Bibi. Ja, ik vind hem echt heel bruut. Hij is al wel een tijdje uit, maar hij is nog steeds echt heel nice. Maar hey, dat was dit voor deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tenslotte nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later baas. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!